Deze groep whiteboard-programmeurs hebben in het kader van het vak project 2, het eerstejaarse vak, hebben zij een project uitgevoerd, volledig zelf verzonnen. Ik heb ze eigenlijk alleen geholpen bij het uitvoerende, bij het indelen, taakverdeling en dergelijke. En ze gaan nu zelf presenteren wat ze gedaan hebben en jullie kunnen als het goed is daarmee ook muziek gaan maken. Dus the floor is yours. Nou, we zijn allemaal aanwezig zijn. Ik ben Nol van het Sommerproject, project Leiden. Hier staan de rest van alle leden die er al mee hebben gewerkt in hun functie. Tenminste de hoofdfunctie waarvoor ze aangenomen zijn. Iedereen is natuurlijk wel een beetje blij bij elkaar. Het idee wat wij hadden was om ook op afstand met elkaar muziek te kunnen maken. Dus via het internet. Dan wilden we een programma maken waarmee je dan op een soort van een site inlogt. En dan kan je, kiest ieder een instrument, die krijgt het toegewezen. En ga je samen muziek maken over de afstand. En dat kan dus, nou ja, goed, in theorie zoals met iemand in Amerika. De werking is als volgt, je gaat gewoon naar de site toe. Dan staat er van, nou, welkom, hij is ervan te binden, succesvol ingelogd. En dan word je een instrument of een effectkanaal toegewezen. Afhankelijk van hoeveelste persoon jij bent die inlogt. Er is dus een hiërarchie, want je bouwt de muziek op en je kan een effectkanaal toegewezen krijgen, maar als die niet een instrument speelt, heb je natuurlijk niks te regelen. Dus daar zit een volgorde in, die zal ik zo meteen geven. En er zit een chatfunctie bij, zodat mensen kort kunnen overleggen of kunnen chatten van joh, dat is echt een vette beat die je hebt gezet of weet ik wat. Commentaar geven of juist kan de baslijn misschien een toontje hoger of een toontje langer of wat dan ook. Ook bij de GUI is dat weer zo. Je hebt allemaal instelmogelijkheden en daar zit ook een bepaalde volgorde bij. Dit is bijvoorbeeld het in ons scherm. Wellicht dat de GUI-man nu even zijn commentaar kan geven van wat er even nu te doen is. Het is vrij begrijpelijk voor iedereen gehouden, de interface, hoop ik. En dus qua ja, muziek ook bazaal. Qua elementen. Drums is als een ouderwetse drumcomputer. En bas en melodie zijn ook een beetje op die manier. Dus als je drums begrijpt, dan begrijp je de rest ook eigenlijk. Je kunt verder geen valse noten maken om, of uit de maat gaan. Ja, dat is het zo'n beetje wel. Heel simpel. Zeggen, je kan tempo bepalen, je kan de swing bepalen en je kan de reverb, de galm bijvoegen. Dat zijn drie schuifjes, kan je gewoon een fader style, kan je dat heel makkelijk inregelen en verder bepaal je minimage inderdaad. De minimage, dat wil zeggen, dat, en dat zet dus ook, terugkomend op de hiërarchie, met de effectskanaal bepaal je dus in welke toon, of in welke toonsoort qua minimage je de rest gaat spelen en het te horen zal zijn. Dus ja, dan is dat wel de presentatie tot zover. Wil ik nu verder gaan met een demo. Grijs, donker. We zijn helaas ook niet grijs in de interface, dat moest wel weg. Nou, ze zijn donker, je kan heel goed zien. Als je naar een andere skipt, dan blijft alleen Melody bij hem. In zijn geval helder en de rest is allemaal donker. Ja.
platen die ik bewerk. En als jij daar een knop in drukt, dan wil je daar verschijnen. We zien nu een tweede maat. En één keer drukken. Ja, nu staat hij daar aan. Nu de volgende keer als hij daar weer komt, dan gaat hij hem afspelen. Ja, je moet het zetten nu twee doen, dat is niet eerlijk. Noem maar van Gerard. Drum and bass. Zeker de lijn op. Je kan in dit geval dus alleen de globe op beïnvloeden, omdat je daarop bent ingelogd. Je zou het gewoon niet moeten oplichten. Als je nu het instrument erbij komt, je zet hier eruit. Hij is tempo aan het doen daar. Maar zij heeft Tim even twee geopend. Oké. Ja. Ja, hier een liedje wat je kunt intekenen. Iemand maakt het experimenteel. Dus je hebt hier een maat 1. Dan heeft het alles met het maken, dus het is de hele tijd. Wil iemand spelen bij mij?